De energielasten stijgen. Wat wordt voor 2023 jouw nieuwe maandtermijn? En hoe ga je dat betalen? Ga je besparen op je krant, op je abonnement? Of ga je het misschien slim aanpakken en ga je verduurzamen? Want namelijk, als je muurisolatie gaat toepassen, vloerisolatie, dakisolatie, HR++ glas en 10 zonnepanelen, zul je zien dat je ongeveer op dit moment 20.500 euro kwijt bent. Ga je dat nu mee financieren op je bestaande hypotheek, dan zul je zien dat met de huidige rentetarief je ongeveer 106 euro per maand kwijt bent. Maar het leuke is dat je daarmee ongeveer 250 euro per maand aan energielasten gaat besparen. Met andere woorden, zeer doeltreffend en zeer financieel aantrekkelijk. Daarom dagen we je uit om dat ook te gaan doen. Laat ons kijken naar je huidige hypotheek, of wij die kunnen verhogen voor je, die verduurzaming kunnen maken en vervolgens die besparing kunnen maken op je huidige maandtermijn. Hoor je graag.